Mevrouw van der Plas, BBB. Formeel moet ik vragen of men mevrouw van der Plas toestemming geeft om vandaag te spreken. Is daar tegen bezwaar? Nee. Aan u het woord. Dank u, voorzitter. We hebben één motie. De Kamer, gehoord op raadslaging, constaterende dat natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten afgelopen maand aangaven dat de sleutel voor het verbeteren van de natuur bij boeren ligt. Constaterende dat mede door COVID-19 burgers massaal in de file wandelen op de Veluwe en andere natuurgebieden, bermen vol met auto's staan en hulpdiensten de gebieden niet in kunnen. Overwegende dat volgens boswachters, biologen, natuurorganisaties en de ANWB de natuur overvol is. Overwegende dat zij een dringend beroep doen op Den Haag om te investeren in boerenland om die open te gooien voor natuur en recreatie. Overwegende dat boerenland inderdaad ook natuur is en dit land in bezit is van boeren en noodzakelijk is voor de wereldvoedselproductie en om boeren in hun onderhoud te voorzien. Overwegende dat de oprichting van een boerburgerbelevingsfonds een goed middel kan zijn om boeren te bewegen om op vrijwillige basis boerenland open te gooien voor natuur en recreatie. Overwegende dat er jaarlijks een substantieel bedrag nodig is voor het compenseren van boeren voor investeringen in zogenaamde klompenpaden, heggen en andere natuurelementen op hun percelen en jaarlijks minimaal 100% vergoeding te geven voor compensatie van productieverlies en de kosten van het onderhoud van deze voorzieningen. Verzoekt het kabinet om de helft van de jaarlijkse overheidsbijdrage aan natuurmonumenten in 2019 47 miljoen euro of een gelijk bedrag uit een andere natuurposten op de begroting te storten in het zo snel mogelijk op te richten Boerburgerbelevingsfonds voor het bevorderen en het onderhouden van boerennatuur. En te onderzoeken of dit fonds ook bij de stichting Doen, onder meer de postcode loterij, aangemeld kan worden als goed doel. Voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer en gaat over tot de orde van de dag. Dat past allemaal nog op één A4'tje. Ja. Ja, dat is mooi. Dank u wel. De heer Boswijk, CDA. Ik denk dat mevrouw van der Plas altijd het woord moet geven, want ik heb gezien wat ze namelijk doet als je in de weg staat, zag ik net op Twitter. Voorzitter. Ja, scriptisch. Gaat u maar kijken. Voorzitter. Ja, dan motie nummer 9. Een boer-burgerbelevingsfonds. Dat is de associaties met boer-burgerbeweging, beleving. We kunnen heel lang inderdaad doorgaan associëren. Helemaal goed. Ik onderken helemaal het belang ook van juist ook natuurelementen op landbouwgrond. Daarom hebben wij ook in het nieuwe GLB, ook op basis van het verzoek van uw Kamer, gevraagd of gaan we nu ook zorgen dat landschapselementen ook meegefinancierd kunnen worden vanuit het GLB. Het nieuwe GLB is nog gaande voordat we dat hebben, maar we hebben al besloten dat we dat ook willen doen. Dat heeft uw Kamer ook gezegd. Dus via die weg wordt er al een stimulans gevraagd. Maar dan deze motie vraagt ook nog om de middelen vanuit die aan andere partijen worden gegeven om die over te gaan hevelen. Nou, dat zijn sowieso meerjarige afspraken, ook tussen provincies en natuurbeheerders. Daar kan ik niet zomaar in inbreken. En boeren worden ook echt al wel betrokken bij het natuurbeheer. Dus ik moet deze motie ontraden. Mevrouw van der Plas. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, kijk, waar het ons om gaat is dat natuurmonumenten, die roept maar zo ineens van ja, onze bossen die zitten te vol en we hebben daar last van en de natuur heeft er last van. Laat ze de mensen maar lekker in de weilanden gaan lopen op het boerenland. En dat is allemaal prima, maar natuurmonumenten krijgt volgens mij een subsidie om zeg maar bossen en allerlei andere natuurzaken te onderhouden. En als zij zeggen van ja, maar wij kunnen het niet meer hebben, ze moeten naar het boerenland, dan vinden wij het vrij logisch dat dan ook een deel van die subsidie wordt besteed, niet meer wordt besteed aan natuurmonumenten, want die wil dat niet meer, en dat dat dan wordt overgegeven naar boerenland. Dus voor de duidelijkheid, de subsidie voor natuurmonumenten is niet voor dat mensen daar komen recreëren, maar echt voor het natuurbeheer. Dus voor het onderhoud en het beheer van de bossen, de natuurgebieden die daar zijn. Daar wordt gericht subsidie aan gegeven. En dat zijn dus ook afspraken die met de provincies worden gemaakt daarover. En hier wordt gevraagd om de subsidie dan daarvoor over te hevelen. Ja, dan krijg je dus ook
problemen met het beheer van de natuur die daar zijn. Nogmaals, het is niet gericht op de wandelende toerist of de recreant die daar langskomt. Dat is echt opgericht op het beheer van de bossen en de natuur. En als we daar geld gaan weghalen, ja, dan gaan we daar ook weer in de problemen komen. Dus dat doen we niet. Maar nogmaals, de landschapselementen, dat onderdeel gaat meegenomen worden in het GLB, zodat boeren daar ook compensatie voor krijgen. Mevrouw van der Plas. Ja, kijk, het is ons te makkelijk om te zeggen van nou, die mensen moeten maar naar die naar het boerenland toe. En voor mij is het onduidelijk wat daar dan precies voor betaald wordt. Je zal waarschijnlijk wel een beweging zien dat dat gaat gebeuren. En ik zou van de minister graag willen weten, waar kan ik precies de specificatie vinden van welke subsidiepotjes nou precies waar naartoe gaan? Want u zegt het is echt voor natuurbeheer, maar dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ik zou wel graag willen weten, hangende ook deze motie, waar precies al dat geld naartoe gaat. Kan ik dat ergens vinden of kan iemand mij dat sturen? Nou, ik denk dat mevrouw van der Plas een aantal dingen door elkaar haalt. Wij hebben vergoedingen die wij geven aan natuurgebieden. En die worden beheerd door natuurmonumenten, maar ook stadsbosbeheer, andere terreinbeherende organisaties. Dat loopt via de provincies. Wij hebben ons natuurbeleid gedecentraliseerd. Dus dan zou je bij de provincies dat overzicht moeten gaan vragen. Wij geven wel elk jaar ook een stand van de natuur, ook de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. Daar kunt u ook zien hoe de ontwikkeling plaatsvindt. Wij hebben geld gegeven ook in het kader van de stikstofaanpak voor natuurverbetering en herstel. Dat is de 3 miljard. Die worden via de provincies weer uitgekeerd. Dus omdat het natuurbeleid gedecentraliseerd is, loopt het allemaal via de provincies. En zou daar het overzicht dan moeten zijn welke middelen daar allemaal naartoe gaan. Mevrouw van der Plas, kort. Nou, tot slot, in het kader van de efficiëntie en het verlagen van de werkdruk in de Kamer, zou ik wel graag even een contactpersoon willen hebben dan bij het ministerie, die samen met mij op een efficiënte manier bij die 12 provincies dan die specificatie van die subsidies kan neerleggen. Want anders moet ik 12 provincies zelf gaan bellen. Ik zal eens kijken wat ik voor u kan doen, mevrouw van der Plas. Ik weet het zo even uit mijn hoofd ook niet wie ik daarvoor zou moeten vragen. Maar ik zal eens navraag doen om te kijken of er een efficiënte manier is om aan die informatie te komen. Ik zal ook een oproepje doen. Oké, dank u wel. Dank u wel. Maar deze motie blijft ontraden. Ja, motie 9 van mevrouw van der Plas wordt ontraden. Motie